Hey, het is woensdag, dag 38 van de Super Fitness Uitdaging. Meld je aan op superfitnessuitdaging.nl als je mee wilt doen aan deze uitdaging. Het was een beetje een gekke dag gisteren. Eergisteren, s'avonds later toch getraind, oefeningen gedaan. En gisteren gewoon ziek, gisterochtend griep, heel moeilijk bij mijn keel. Dus ik heb de hele dag met dikke kleren aan rondgelopen en rustig aangedaan. Ook vandaag nog ziek, bij mijn keel, veel vitamine genomen, dus veel uitgerust zoveel mogelijk. Het gaat nu een stuk beter. Ik heb weer wat oefeningen kunnen doen, langzaam weer, dus niet zoveel als normaal. Toch even balen dat je niet voluit kan gaan. Maar ja, lichaam heeft soms een seintje dat je even te ver gaat of iets doet. Dus je moet dan ook op letten en niet te gek maken voor jezelf. Ik ga lekker vroeg naar bed nu en lekker slapen zo. Hoop morgen weer uitgerust ben en morgen weer kan weer oefeningen kan gaan doen. De cardio oefeningen weer gaan doen. In ieder geval gisteren niets gedaan dus. Op bed gelegen. Kleine griep. En ik voel me nu weer een stuk beter door alle vitamine en alle warme kleren. Ik heb ook 4 verschillende shirts aan en een trui. En de oefeningen ging ook wat zwaar vandaag. Dus hier elke keer gaat het dus om het volhouden. Hè? Het gaat niet om dat je alles perfect doet, maar dat je gezien de omstandigheden volhoudt. En dat je enthousiast blijft door met het programma. Het is soms moeilijk om door te gaan. Soms ben je moe, soms heb je er geen zin in. Maar geloof me, het is niet veel. Maar doe het elke dag. Blijf het doen. Blijf het een gewoonte maken. Om oefeningen te doen, ook na de 70 dagen. En je zal zien wat voor resultaten het heeft. Ik zit er nu zelf middenin, dus voor mij is het ook een ervaring. En het is niet altijd makkelijk, toch? En dan gaat het leven ook om, hè. Doorgaan als het even moeilijk gaat. Gewoon rustig doorgaan en elke dag een stukje erbij. Dat maakt wonderen. Dus nu op dag 38. Super fitness uitdaging. En tot de volgende dag. Het was weer een berichtje. Doe mee als je kan. En ben je soms ziek? Gaat even niet. Pas je dan je programma aan, doet iets minder. En kom even hard weer terug de volgende dag. Het gaat om volhouden. Deze week enthousiasme. Wees enthousiast. Ga ermee door. En kijk naar het resultaat. Ik zie jullie later weer.